Het nieuwe seizoen in de hoofdklasse B begon zaterdagmiddag voor SV Urk met een thuiswedstrijd tegen NEC Nijkerk. En de Urkers zouden uitstekend beginnen. De eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe coach Gert-Jan Karsten. Met hier Ricold Neentjes, die mag gelijk vuren. De rebound is voor Jelle de Boer. Die krijgt de bal in zijn edele delen. En dat is nou net een plek waar je die liever niet wil hebben. De Boer moet even happen naar lucht. Urk begon uitstekend, zoals gezegd. Zette hoog druk en daar had Nijkerk eigenlijk geen antwoord op. William de Boer met de voorzet. Komt de bal voor de voeten van Jan van Sloten. En ook deze had er gerust ingemogen. Maar de toon was gezet. Dan een tegenvaller halverwege de eerste helft. William de Boer moet geblesseerd de strijd staken. Het lijkt een hamstringblessure. Voor hem komt Hessel Snoek. En William de Boer, u hoort het, hij baalt als een stekker. Dan een vrije trap voor Urk. Met onmiddellijk de kans voor Hessel Snoek. Maar die is net binnen de lijnen dus gekomen en nog niet helemaal warm. Was een mooie binnenkomer geweest. Gert-Jan Karsten ziet dat zijn ploeg aardig staat het eerste half uur. Een diepe bal. Jan van Sloten doet dit handig. Bedient dan Jelle de Boer en die prikt de bal in de bovenhoek. En de 1 tegen 0. De meer dan verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Jelle de Boer, die ook geen last meer lijkt te hebben van dat akkefietje in de tweede minuut. Direct na de openingstreffer weer Jelle de Boer. En die sleept een corner uit het vuur. En zo was hij aanwezig. Corner. Jelle de Boer mag koppen. Blijft die bal hangen. Ricard Neentjes via de keeper op de lat. En dan in tweede instantie alsnog de 2 tegen 0. SV Urk verdubbelt de marge via Ricard Neentjes. Urk veel feller. En Nijkerk heeft het nakijken. Gasten zijn dan nog helemaal niet gevaarlijk geweest tot dit moment. Dit is Martina. Die is sneller dan Dunning. Mag op Strijker af. Maar Richard Strijker is bij de les. En zo blijft het 2-0. Even voor rust. Pirouetje van Lucas Nagel. En dan de frustratie bij Kevin van Essen. Smerige tackle. En dan slaat de vlam even in de pan. Consulteert scheidsrechter Oosting zijn assistent. Dan krijgt Lucas Nagel geel en rood voor Almeerder Kevin van Essen. De ex-prof. Die dit natuurlijk niet mag overkomen. En NSC verder met 10 man. En dat is lekker voor Urk met een mannetje meer. Jelle de Boer, vlak voor rust, legt terug op Ricard Neentjes. Maar naast. Maar Urk swingt in de eerste helft en leidt volkomen terecht op de vorm bij rust met 2 tegen 0. Dan de beelden van het tweede bedrijf. Met de diepe bal onmiddellijk van Strijker, slecht verwerkt. Ricard Neentjes krijgt de bal op een presenteerblaadje. Neentjes pakt het cadeautje uit. En de 3 tegen 0. Wat een wilde voor SV Urk en de wedstrijd lijkt dan even na rust al beslist. En de nieuwe trainer Gert-Jan Karsten lijkt een droomdebuut te gaan beleven. Urk kan heerlijk vrijheid spelen dan met die 3-0 op zak en een man meer op het veld. Ricold-Jan Brands mag aanleggen op de lat. Heerlijke poeier van die linksback, maar niet de 4 tegen 0. Eindelijk NSC met Martina. Martina langs Strijker. Is er wel of geen contact? Scheidsrechter zegt van wel. Strijker zegt van niet. Strijker is boos. De scheidsrechter is onverbiddelijk. Wijst naar de stip. En Strijker zou ook nog geel krijgen. Achter de bal. Yannick Cornelis. Die mag het doen. En de 3 tegen 1. En zo krijgt de score een draaglijke aanzien voor de gasten. Maar nauwelijks een minuut later is dit de diepe bal. Wordt Jan van Sloten gezocht en is het René Troost die Jan van Sloten naar de grond trekt. En opnieuw wijst scheidsrechter Oosting naar de stip. René Troost, ook hij ex-prof, FC Omniworld, ook hij Almeerder. En hij had al geel en ook hij krijgt dus de rode kaart, net als Kevin van Essen. En de C dus verder met 9 man en nog een penalty voor Urk. Ricold-Jan Brands mag dan gaan aanleggen, de man die zojuist op de lat schoot. Hij schiet onberispelijk binnen en bepaalt de einduitslag op 4 tegen 1 tegen 9 Nijkerkers. SV Urk schiet uit de startblokken in de hoofdklasse B dus tegen NSC. En dus debuteert de nieuwe coach Gert-Jan Karsten met een klinkende overwinning. Maar moet hij na afloop vanwege privéomstandigheden snel weg.
Ja, ik had net gelijk een gesprek bij de Stentor. En ik kreeg van mijn medespelers mee dat hij om privéredenen eigenlijk zo snel mogelijk naar Roos moest. Ja. Dus ik weet eigenlijk nog niet exact wat het voor is, maar ik hoop dat het meevalt. Ja, we wilden natuurlijk de debuterende trainer graag spreken. Helemaal na die klinkende 4-1 overwinning tegen NEC Nijkerk. Ja, een wervelend begin, hè? Het kon minder. Ja, dit is eigenlijk iets wat we vorige week na Quick Boys in de bus aan het bespreken waren. Van nou, het zou mooi zijn als we met een iets grotere uitslag kunnen winnen. Dat is ook een beetje het gevoel wat we op het moment hebben in het team. We voelen ons sterk en ik denk dat we dat vandaag ook hebben laten zien. Ja, al zaten er wel wat dingetjes mee natuurlijk. Hun één keer rood voor rust en na rust ook gelijk weer rood. Maar dat mag geen excuus zijn denk ik voor hun. Die overtredingen worden gemaakt en ik denk dat we dat prima hebben uitgespeeld in de 4-1 overwinning. Ja.